Vrijdag 5 juni heeft wethouder Melis het as-verstrooiveld op begraafplaats Ter Navolging officieel geopend. Hiermee is de begraafplaats na 45 jaar weer open voor de uitgifte van nieuwe graven, grafkelders, urnengraven en asverstrooiingen. Ter Navolging uit 1786, toen is het gesticht, is een rijksmonument. De begraafplaats heeft veel historische grafmonumenten en indrukwekkende oude grafkelders. Daarnaast is er nu een groot as-verstrooiveld aangelegd met een kunstwerk dat dienst doet als gedenkmonument. Dit is een hele mooie uitdaging geweest om het niet te groot te maken. En toch heel inherent aan de begraafplaats. Met al zijn erfenissen eigenlijk en geschiedenis. Ja, ben ik wel trots dat dat in deze nieuw en oud kan verbinden. Ja, applaus voor jou.